De regio Rivierenland en Den Bosch werken hard om zichzelf op de kaart te zetten. Speerpunt hierbij is de ontwikkeling van de economie en logistiek. Zo wil men grote bedrijven naar deze regio trekken, ter bevordering van de werkgelegenheid en economische ontwikkeling. We spreken hierover met de wethouder van Economische Zaken van Geldermalsen. In Geldermalsen is met name, denk ik, belangrijk in de eerste plaats voor de logistiek. Dat is denk ik een hele kansrijke groep. Aan de andere kant zie je ook de maakindustrie in de niche-markt. Daarnaast speelt natuurlijk de fruitsector hier een zeer belangrijke rol. We hebben de grootste fruitveiling van eigenlijk het Westen. Daarnaast, en dat is denk ik op korte termijn belangrijk, Geldermalsen heeft enkele grote kavels beschikbaar voor logistieke bedrijven. Per direct zouden wij zomaar een 8 hectare kavel uit kunnen geven. Omdat je ook direct aan de A2 ligt, direct aan de A15, direct aan de lijn Noord-Zuid van het spoor. Amsterdam, Den Bosch, maar ook de Betuwe-route die hier vlak langs loopt. Nou, dat betekent dat je eigenlijk alle economische componenten in huis hebt om te zorgen dat er een goed ondernemersklimaat heerst. Als je Geldermalsen doorkruist, dan denk ik dat er twee grote blikvangers zijn. Vanaf het zuiden langs de A2 is denk ik een van de grote blikvangers Volvo. Volvo Nederland is ook gevestigd in de gemeente. Daarnaast het bedrijf van Concrex vanaf de Duitse grens, zeg maar, Nijmegen, kom je Geldermalsen binnen. En dat is een prachtig pand wat ook meekleurt in de avond.